De Titebus is geen roman. Er is niets aan verzonnen. En dan heet het non-fictie. Maar het is ook geen wetenschappelijk werk. Het is een verslag van een ziekteproces. Toen ik kanker kreeg, stond alles stil. En ik kon ook niet schrijven. En dat kwam weer langzaam op gang natuurlijk. Want dat komt altijd wel weer op gang. En toen viel dus de vraag, ga je nou ook over kanker schrijven? Nou, ik dacht het niet. Er zijn al zo vreselijk veel boeken over kanker. En toen kwam ik ineens op het idee, maar wacht eens even. De laaggeletterden hebben dat niet. Ik ga een boek schrijven voor laaggeletterden. En toen wist ik meteen al de titel, De Titebus. Zo heette de wagen die door de buurt reed. Die heette officieel Mammobiel. Mama betekent borst in het Latijn. Maar de vrouwen zeiden nooit, ik ga naar de Mammobiel. Ze zeiden, de Titebus komt weer. Ik wilde de Titebus in eenvoudige taal schrijven voor laaggeletterden. Omdat zij helemaal bestaat geen boek voor die doelgroep. En die krijgen ook kanker. En niet iedereen is hoog opgeleid. Ook gewone mensen die van gewone bordjes eten, zijn misschien gebaat met dat er een boek is dat heel makkelijk leest. Waar je niet, geen dikke pil, waar je dan enorme emoties en geleerdigheid en voor hoeft door te spitten. Maar dat je gewoon lekker even kunt lezen en iets herkent van wat jou zelf is overkomen. Of je zuster. Maar de angst verlamt je. Dus niet alleen als je moeilijk leest en schrijft, voel je je hulpeloos. Iedereen voelt zich hulpeloos. Alleen als je dan ook nog niet verstaat wat er tegen je gezegd wordt. En ook de folders die je krijgt niet goed kunt lezen. Dat is vreselijk. Dan ben je overgeleverd aan een griezelige wereld die het op jou gemunt heeft.